vragen? Natuurlijk. Wat bent u aan het doen? Een stadsrondleiding aan het geven voor bezoekers van Dordrecht. Ah. Mag ik een stukje met u meelopen? Dat mag u. Ja? Ja. We hebben hier in Dordrecht een stichting Gilde. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En een deel van die organisatie zijn stadswandelingen. Ja. En wij hebben dus ongeveer 13 gidsen die dat allemaal op vrijwillige basis doen om de toeristen, de dagtoeristen hier in Dordrecht rond te leiden. Ja, ja. En daar bent u er één van? Daar ben ik er één van, ja. En hoe lang doet u dat al? Ik doe dit sinds 2005. En bevalt het? Ja, dat is reuze leuk. Ja? Allerlei soorten mensen ontmoet je. Dus je vertelt wel een heleboel keer hetzelfde verhaal. Ja? Maar dat gaat niet vervelen, omdat de mensen toch steeds anders zijn. Oké. Ik ben al meer dan 30 jaar bezig met de geschiedenis van Dordrecht. Dus ik heb een uitgebreide bibliotheek. Ik heb alles wat in de laatste 30, 35 jaar verschenen is over historisch Dordrecht, heb ik gekocht en verzameld. En daarin beginnen te lezen. Dus toen ik hiermee begon, had ik al een heleboel kennis van de stad. En waarom bent u hiermee begonnen? Omdat ik toen ik gestopt ben met werken, wilde ik toch iets nuttigs doen. Ja. En ja, omdat ik de kennis had van de historie van Dordrecht, heb ik hiervoor gekozen. En dat bevalt uitstekend. Ja, oké. Okay. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu richting van het Dordts Museum en dan gaan we richting van het Augustijnen Klooster. Ik kom uit de financiële sector. Oh, dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders, ja. Ja. En wat deed u daar? Nou, in mijn werkzame leven was ik directeur van een pensioenfonds. Aha. Dus dat is zuiver op administratief en financieel gebied. Ja. En uw hobby was dan toch geschiedenis? Mijn hobby was historie in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder. Het was toch een vrij drukke werkkring en dan ga je daar helemaal in op. En dan denk je niet zo gauw aan andere dingen. Maar als de pensioenleeftijd naderbij komt, dan begrijp je. Ja, ik in ieder geval wel, ben ik toch na gaan denken. Ja, wat als ik straks hele dagen thuis ben, dan moet er een andere invulling zijn. Hè? Ja. Hebben ze de achterhuizen afgebroken en de gevels verplaatst met kranen. Hebben ze de gevels gespalkt, meer of meer met grote stalen balken. En helemaal totaal de gevel omgezet op een nieuwe fundering en het achterhuis weer opgebouwd. Hè? Dus dat zijn originele gevels, maar niet specifiek van deze plek. Ze hebben hier ook op verschillende plaatsen gestaan. Wat vindt u nou van de hedendaagse architectuur in de koren dat u... Daar ben ik niet zo van gecharmeerd. Nee? Nee, 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 nee. Nee. En wat is er mis mee? Nou ja, op zich is daar niks mis mee. Nee. Als het op een plek staat waar het past. Ik vind dat men toch zeer moderne architectuur tussen oude panden heeft gezet en daar vergunning voor heeft verleend. Ja. Kunt u een groot verschil aangeven met uw vorige werk? Nou... Het groot verschil is natuurlijk dat nu vrije tijd en alles kan en alles mag. Ja. En als je werkt, dan zijn er een heleboel dingen die moeten. Ja. En dat is het grote verschil. Was dat leuker? Toen had je daar minder moeite mee om dingen te doen die moeten, want dat behoorde bij je taakuitoefening. Maar nu dat van je afgevallen is, vind ik dit leven toch wel heel erg fijn. Ja? Ja. Het heeft wel allure, ja. 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 Bent u getrouwd? Of, ja, ik ben getrouwd, ja. Heeft u ook kinderen? Nee, geen kinderen. Wij zijn maar samen. Al ruim 35 jaar. 35? Ja. Zo. Ja, vindt u dat geen gemis dat u geen kinderen heeft? Om het door te vertellen misschien? Nee, nee. Nou, dat in ieder geval nooit gevonden, maar... We hebben het er wel eens over nu we wat ouder zijn. Ja. En dan ga je toch over je leven, of het eind van je leven, of de herfst van je leven nadenken. En over nalatenschappen en zo. En dan denk je toch wel eens, ja, als je dan kinderen hebt, eigen kinderen, dan is dat toch allemaal wat makkelijker. Dan dat je het aan nichten of neven moet overlaten. Dus het heeft geen overheersende rol, nee. Maar dat denken we wel eens over na. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Heeft u nog andere groep straks?
Nee, vandaag niet meer. Het begint met de drukte toch wel een beetje, een beetje te minderen. Mag ik u heel veel geluk toewensen in uw Dank u wel. En u bedankt voor uw belangstelling. Oké, tot kijken. Toch weer een stukje promotie van Dordrecht. Goed zo. Ja?